Klinknagels ontbreken. Kijk eens wat een gat dat er hier in zit. Allemaal op die dag veroorzaakt. Ja. Zelfs zie je nog een klinknagel eruit, geloof ik. Ja, ja, aan de hiel. Zo zag Leeuwarden eruit bij het begin van de zwaarste elfstedentocht in de geschiedenis. Om 5:30 precies bonden 577 wedstrijdrijders op het Van Haringsmakanaal de schaatsen onder. En spoedig daarna gingen ze bij een temperatuur van 15 graden onder nul de mistige duisternis in. Toen het eerste daglicht kwam, had zich uit de massa een groep van ongeveer 20 losgemaakt. Die 20 hadden toen de grote meren al achter de rug. Moet je eens kijken, was toch zo koud, hè? Ja, was koud, ja. Die wind die maakt het zo nog extra koud, hè? Ik heb een dok om een minuut of 8 gewegen, 10. Ja. Met mijn ogen. Toen zei ze, je mag niet verder, hoor. Ja. Ik heb ook bevroren ogen gehad, hoor. Ik denk dat die gevoelstemperatuur misschien wat min 40 graden was. Ja, dat kan makkelijk. Met die wind. Ja. En dat dan 18 graden vriest. Ja. Oh, man. Onmenselijk eigenlijk. Het was eigenlijk niet te doen. En, nee. Dat hebben ze ook later toegegeven. Ja. Ze hadden het eigenlijk niet willen organiseren. Ja, ja. Want het was toch, zat daar toch, want het is een wonder dat er niemand... Geen ongelukken mee gebeurd zijn. Geen ongelukken mee gebeurd zijn. Geen dode gevallen zijn. Ja. Onverantwoord. Onverantwoord. De tocht der tochten was een ware hel in 1963. De cijfers alleen al spreken voor zich. Van de ruim 10.000 deelnemers finishten er slechts 129. Henk van Oorschot eindigde als 12e bij de wedstrijdrijders en Kees Beauvais als 24e bij de toerrijders. 3 bevroren tenen heb ik gehad. En ik heb een jaar nu op mijn ellebogen kunnen steunen. En 3 weken met zulke dikke knieën gezeten. Op de fusie, ja, ik denk dat jij het nog zwaarder hebt gehad. Ja, want ik heb veel langer in het donker moeten rijden. Jij hebt veel langer in gereden. Ik heb 16 uur en 25 minuten overgedaan. Na Harlingen kwam het zwaarste deel van de tocht. Via Franeker, door de bouwhoek noordoostwaarts naar Dokkum. Pal tegen de felle wind in, die de toch al slechte en smalle baan vol stuifsneeuw blies. Ik vroeg, hoeveel kilometer is het nog? Ja, 75. Toen had ik een 3 kwartier tot een uur geschaatst, toen vroeg ik het nog eens. Toen zei ze, ik denk 80 kilometer. Toen kreeg ik een klap in mijn gezicht. Hè? Ja, dat vond ik het ergste eigenlijk. Ja, ja. Je zag ook heel veel mensen uitstappen met ongevallen bloed aan het hoofd. Dus soms lagen ze te kermen met een gebroken arm en bloed hier of daar. Want ja, op de Fluche, toen kwam ik ook een keer heel erg te vallen. Want ja, als er iemand voor je valt, dan slaan ze de benen naar achter weg. En vroeger had die schaatsen van die gemene punten van achter, ja. Weet je wel, die schaatsen. Dus ja, die sloeg mij met die punten in mijn been. Dus ja, mijn bovenbroek kapot, mijn jo van mijn zuster die ik aan had, die was kapot. Mijn lange onderbroek was kapot en een flinke gapende wond in mijn been. En terwijl Paping en zijn volgers deze laatste zware kilometers onder de schaatsen wegduwden, landde op de grote wielen bij de Friese hoofdstad een helikopter van de luchtmacht, die daarmee voor wat extra stuifsneeuw zorgde. Het toestel bracht koningin Juliana en prinses Beatrix naar deze bevroren plas, waar zij de finish van de schaatsmarathon van dichtbij hoopten te zien. Bij het eindpunt, dan ga je die finish over. En dan ben ik benieuwd, heb je dan nog het besef om blij te zijn? Of? Nee. Ja, ik was blij dat de ellende voorbij was. Ja. Niet zozeer dat ik hem uitgereden had, maar dat de ellende voorbij was. Daar was ik zo blij om. Ja, want die hebben zoveel afgezien. Die laatste kilometers ook, dat was 6, 7 kilometer. Daar hebben we 2 uur over gedaan, dat was constant klunen. Door zo'n pak sneeuw. 6 kilometer door zo'n pak sneeuw lopen. Nou, moet. God, dat was slecht, zeg. Mooi. Ja, nee, dat was niet te bereiden, hè. Nee. Nee, dat was niet te bereiden. Verschrikkelijk. Ik ben er toch wel een beetje trots op, ja, dat zo gelopen is. Heel mooi.